Een broeierige avond in Harmelen. Het college van Woerden wiep zichzelf voor de leven. We hebben een aantal punten die we graag met u willen bespreken, omdat het allemaal van die open eindjes waren waarvan we... Inwoners van het dorpskern Harmelen van de gemeente Woerden voelden zich onvoldoende geïnformeerd. En het moest maar eens afgelopen zijn, want er waren na al die jaren nogal wat punten te bespreken. Het gaat over de wegen, het gaat over de scholen, het gaat over de bibliotheek, het gaat over H2O. En daar moet je gewoon als gemeente wat aan doen. Want het is wel hun woongemeenschap van Harmelen. Er speelt veel, al jaren. Zo komt de nieuwbouw van scholen maar niet van de grond, worden er om de dorpskernen randwegen aangelegd. Maar wanneer het klaar is, dat weet niemand. Is de huisvesting van een bibliotheek in gevaar? Gaat het centrum op de schop en wat al niet meer? En alles heeft volgens het huidige college een goede reden. Maar daarmee is nog niet duidelijk of bij sommige inwoners het vertrouwen terug is. Er lopen een hele hoop dingen. Die brede school bijvoorbeeld, nou dat irriteert mij ook mateloos. De hele discussie over de bibliotheek irriteert mij mateloos. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Je probeert er wat aan te doen. Ik heb nu ook inderdaad het college aangespoord. En dit college had eigenlijk geen aansporing nodig, want ze zeiden we pakken dat ook gewoon op. Er moet nu eens een keer de handen uit de mouwen gestoken worden. Handen aan de schop en we gaan nou eens beginnen. Ik betwijfel het sterk. Ik denk dat ze hun eigen plan trekken gewoon. Dus het zal maar meevallen als ze rekening met ons houden. Echt waar. Daar ben ik heel somber over. En dat denkt mevrouw Sint-Nicolaas niet zonder reden. Ze woont al jaren in Harmelen en ziet colleges en wethouders gaan en komen. Maar of die allemaal wel weten wat er in Harmelen speelt, dat betwijfelt ze. Ik moet u zeggen dat ik vind dat ze tot nu toe zich weinig gelegen hebben laten zijn van het dorp Harmelen. Ze weten, dat blijkt ook gewoon in een heleboel dingen hier, ze weten van toeter nog blazen over het dorp. Er worden vaak dingen gezegd en denken, waar haal je het vandaan? Dat betekent gewoon dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Hoe kan dat, denkt u? Dat kan, dat is een kwestie van belangstelling. Kijk, ze zitten veel te ver van Harmelen af. En ze zitten in de stad Woerden en daar hebben ze hun meeste problemen. En daar storten ze zich op, maar niet op de problemen van het dorp Harmelen. Speel mee met de Woerden.tv EK Voetbalpool. Voorspel de uitslagen van de voetbalwedstrijden en daarmee de winnaar van het EK Voetbal 2012. Strijd tegen je vrienden, familie, collega's of klasgenoten. En wie weet ben jij wel de nummer 1 en daarmee de voetbalkenner van de stad Woerden. Ga snel naar woerden.tv en doe mee.